Er komt een, we krijgen een melding dat er een groene polo vanuit Zandvoort inkomt. Waarschijnlijk dronken is. Het heeft een hele rijbaan nodig. Er zat al een eenheid verderop te wachten en wij wachten hier. Mocht hij daar aankomen, dan houden wij hem tegen en dan controleren we of het daadwerkelijk zo is. 3241 van jou. De Volkswagen Polo die we zochten, височం rijdt nu de Haarlemmerstraat op. Wij zitten erachter en hij krijgt van ons stopteken. Ja, op de Haarlemmerstraat stopteken. Ik zie je stop. Meegeluisterd. Oké, voertuig staande. Ja, kijk maar eens, ik zal gelijk een blaasapparaat gereed maken. Ik maak mijn blaasapparaat even gereed. Ik heb last van de rechterrug. Het is een auto van 40.000 gulden, dan stap je toch niet in als ik gedronken heb? Nou, dat gaat dat apparaatje ons vertellen. Hij gaat het even vertellen wat u... Een hele rij F's. Ja. Dat betekent dat u te veel gedronken heeft. Gisteren, niet vanochtend hoor. Nee, maar dat kan. Ja. Dan gaan we naar het bureau voor nog een blaastest. Mm-hmm. Neemt u even hier plaats? Ja. Heeft u misschien een rijbewijs bij u? He? Ja. Eventjes goed opgeborgen natuurlijk. Dat moet ook. Goeiedag. In uniform. Ja. Mijn naam is Oudhuis. Ja, mijn naam is... U bent zojuist door mijn collega's aangehouden ja. In de auto. Vermoeden dat u te veel gedronken heeft. Ja, als u aangehouden... nou, dat heb ik gisteravond inderdaad gedaan, maar vanochtend nog niet. Hmm. Maar als u aangehouden bent, dan wordt u voorgeleid van de hulpofficier van justitie om te bepalen wat er verder moet gebeuren. Ja. Ik heb het verhaal van mijn collega's even aangehoord. Ik zou uw vragen ook even willen aanhoren. U hoeft niet te antwoorden. Maar ik ben bereid. Hoe komt het dat u hier zit? Ik werd aangehouden. Uh-huh. Ja. Er stond een auto voor me en een auto achter. Kon geen kant meer uit. En alcohol gebruikt? Gisteren. En vanochtend alleen nog maar thee. En een Nescafé'tje even. Voor eerst heeft u de hele dag vandaag niks gedronken. Geen alcohol. Jezus, het is 9:30. Ja, nou ja, er zijn mensen die al 's middags drinken. Hè? Nou, ik niet. U niet, oké. Okay. Nou, mijn collega's die gaan zo meteen met u een blaasproef afleggen. Op een ander apparaat. Gedaan? Nee, op een ander apparaat waar u nu op straat op heeft geblazen. Dat apparaat geeft exact aan hoeveel u gedronken heeft en hoeveel het eventueel te veel is. En dan spreek ik u eventueel nog een keer. Ja? Nou, ik ben hier niet gelukkig mee. Nee, dat snap ik. Dat kan ik me voorstellen. Wij ook niet. Ik denk gewoon, ik ga lekker eventjes morgens naar Zandvoort, een kopje koffie drinken, een ontbijtje nemen. Ja. En dan word je aangehouden, gewoon. Ja. Dan weet u welk dagdeel we zitten vandaag? Welk dagdeel? Ja. Ik weet hoe laat het is. Is het 's middags? Is het avond? Het is toch 9:25. Ja. 's avonds. 's avonds. 'S morgens. 'S avonds. Het is niet 's avonds. Ik ben een beetje de draad kwijt. Ja. Kan gebeuren. We wachten eventjes de tijd af en dan mag je zo meteen blazen. Ja? Goed zo. Heeft u nog vragen? Een heleboel. Ja, oké. Okay, nou, mijn collega zit die kunt u die vast wel stellen en beantwoorden. Maar dat, ik heb echt geslapen en... Dag mevrouw. Ja, ik pak jullie allemaal. Ja? Ik heb een hoop geld. Ja. En wat wil je daarmee zeggen? Gewoon dat ik dit niet geloof. Ik ben misschien een beetje in de war. Mm-hmm. Tijdverschil. Ja, en ik heb... dat kan gebeuren toch? Ja. Leuke vakantie gehad. Ja. En maar dan moet u niet zulke gekke dingen gaan zeggen hoor. Ik zeg geen gekke dingen. Nee, ik pak jullie nog wel. Ja, dat gebeurt ook wel. Wat wil je daarmee zeggen? Gewoon dat ik gewoon afschuwelijk veel geld heb. Ik ben miljonair. Ja. Ik kan iedereen kopen die ik wil. Ja. Aangaan. Wil je de rijbewijs en de postcode? Ja. Eventjes kijken. Ja. Ik heb haar nu eventjes kort aangesproken wat er precies gebeurd is. Of ze weet wat er gebeurd is. Ze is ook hier voorgeleid eventjes. Vervolgens laat ik er eventjes wachten. Oh!
Ik heb geen zin om langer te wachten. Nee, je moet toch eventjes wachten. Je moet 20 minuutjes wachten. Hier waarom? Ruim 25 minuten. Ik heb er geen zin in. Nee, je moet toch eventjes wachten. Nee, u bent weg. Aangehouden. Ja, maar ik ga weg. Dat kan niet. Jawel. Kan ik niet. Ga gewoon weg. Nee, dat kan niet. Waarom niet? U bent aangehouden. U bent verdachte. Verdacht van wat? Ik heb van het rijden gemist... onder invloed. Helemaal niet. Helemaal niet. We hebben een test gedaan op straat. Ja? Daaruit bleek dat u te veel gedronken heeft. Ik heb niet. Daarom bent u gedronken. Aangehouden. Ik heb en we gaan inderdaad... straks over 5 minuutjes gaan we eventjes een blaastest ik die ga de exacte ik ga zo meteen mijn advocaat bellen. Dat is... kan altijd. Ja. Dat is uw recht. Dit pik ik niet. Nee, dat hoeft ook niet. Ongelooflijk. Echt. Maar toch eventjes blijven zitten. Er komt zo iemand bij u die even nee, de blaastest afneemt. Dat gaat niet. Jawel. Oh. Ik ga er vandoor. Ja? Ja. Dat kan niet. U bent aangehouden. En waarom? Laten we eventjes met mij mee, de test is klaar. Kom maar. Je moet hier zeker wachten om... Nee, je bent hier verdacht. Kom maar. Je wordt behandeld als een soort misdadiger. En ik heb niks gedaan. Ik heb inderdaad... We gaan eventjes een test doen. Laten we even zien of u echt strafbaar bent. Dus we ik gaan ben niet strafbaar. Nou, dat kunt u zo meteen bewijzen. Ja, dus even met prima. Mijn even slikken. We gaan het weer opnieuw. Diep inademen. Oké. Doorgaan. Over de helft al. Nog heel eventjes. Goed zo. Stop maar. Oké, perfect. Ik heb het gedaan. Het lijkt op mijn vader. Oké. Mevrouw heeft 735 uggels geblazen. Dat zegt me niks. Nou, dat zal ik u uitleggen. Uggels? De grens is 235 uggels. Daar zit u dus flink boven. Ja, die keer zoveel. Ja. En bij 580 uggels wordt uw rijbewijs ingevorderd. Mm-hmm. Wat als er nu ook het geval is.